Gaat u gaan. Dank u wel. Voorzitter, waarom is er eigenlijk nog individuele vrijheid? Ja, waarom regelt de staat, die het allemaal zo enorm goed denkt te weten, niet gewoon alles in het leven? Het is een serieuze vraag die in je opkomt als je hoort wat er hier zoal besproken wordt in het kader van het Nationaal Preventieakkoord en het Akkoord voor Gezond en Actief Leven. Zeker, er wordt gesproken over volksgezondheid en allerlei deskundigen hebben zaken geïdentificeerd die in hun ogen niet optimaal zijn voor de fysieke toestand van het lichaam. Suiker, drinken, roken, feesten, drugs, onveilige seks. En op tal van andere momenten hebben we hier ook gesproken over verplicht een autogordel moeten dragen, een helmplicht voor motorfietsen, voor gewone fietsen zelfs, trajectcontroles op de snelweg, rubberen tegels bij alle speelpleintjes voor kinderen. En inderdaad, tussen 2020 en 2022 leefde onze samenleving met lockdowns, mondkapjes en semi-verplichte vaccinaties. Allemaal telkens weer om de veronderstelde maatschappelijke risico's te ondervangen. Om het leven van de mensen te organiseren, te optimaliseren. Stel je een wereld voor waarin de overheid mensen verplicht om optimaal gezond te leven. Een wereld waarin ze misschien ook wel gedwongen worden op bepaalde andere gebieden keuzes te maken die in de ogen van experts het beste voor ze zouden zijn. Een partnerkeuze bijvoorbeeld. Een studiekeuze op basis van een door kunstmatige intelligentie vastgesteld karakterprofiel. Een match met een baan, een huis. Kan binnenkort allemaal. En moeten we dat willen? Of hebben mensen ook recht op fouten, op inefficiëntie? Valt daar iets voor te zeggen? Toen ik mijn proefschrift schreef en rondliep op de Universiteit van Oxford, was het een bekend gedachte-experiment. En later, toen ik politieke filosofie ging onderwijzen op de universiteiten van Leiden en Tilburg, besprak ik het dikwijls met studenten. Het leek toen vooral een theoretisch idee. Een stel je nu toch eens voor, een wereld in de verre toekomst vraag. Maar het begint steeds concreter te worden, steeds reëler. Want ja, zoals mevrouw Thiele van de VVD zojuist zei, de samenleving heeft baat bij gezonde mensen. En dat hebben die mensen zelf ook. Geen spel tussen te krijgen. Meer regels, meer aansturing, meer controle. Wie kan daar tegen zijn? Zien we toch niet iets over het hoofd? In onze woeker het leven voor de mensen te regelen. Het argument voor menselijke vrijheid te midden van een steeds verder aanzwellende groep deskundologen en experts die beter weten wat we ermee moeten doen, is best lastig te maken. Toch is het van groot belang om het te maken, omdat ik oprecht geloof dat wanneer we dat vergeten, de beschaving ten einde komt. Het eerste argument voor menselijke vrijheid te midden van het technocratische argument is dat deskundigen zich kunnen vergissen en dat inderdaad ook voortdurend doen. Zo hebben ze zich op dramatische wijze vergist tijdens corona bijvoorbeeld. Ze kunnen zich vergissen waar het gaat om denkbeelden rondom klimaatverandering en CO2 en stikstof. Het is zoals bekend de mening van Forum voor Democratie dat zo'n beetje alle zogenaamde experts en deskundigen in het moderne Westen zich op zo'n beetje alle onderwerpen vergissen. Of het nu gaat om biologen die zeggen dat transgenders en non-binaire mensen bestaan. Of om economen die zeggen dat de euro goed zou zijn voor onze welvaart. Of om voedingsexperts die zeggen dat vegetarisch eten gezond is en vlees eten slecht. En dus waarom zou je die experts macht over ons leven willen geven? Liever niet, zou ik zeggen. Hou die experts lekker weg uit het mijne. Maar er is een fundamenteler argument, denk ik. En dat gaat niet over de discussie wat nu precies goede of gezonde keuzes zouden zijn, maar de vraag of de kwaliteit van het leven in zulke categorieën te vatten is. Of dat het leven van een mens, ein Mensch, om het Jiddisch te zeggen, misschien niet primair lichaam is, maar geest. Niet primair materie, maar ziel. Geen afgemeten parcours, maar een heldenverhaal, een tragedie, een vuur dat wellicht kort wil vlammen, maar dan ook voor altijd in de harten van ons allen herinnerd zal worden. Zou het kunnen, alsjeblieft, twee zinnen, zo belangrijk voor me. Zou het kunnen dat de moderne democratie, waarin het leven steeds verder gereguleerd wordt door uiterst goedbedoelende regelneven en nichten in haar inspanningen
om het leven voor de mensen beter te maken, eigenlijk de kern van dat leven uit het oog verliest? Is het mogelijk dat we een verschrikkelijk pad van sterilisatie van het leven opgaan, waarin met ieder risico ook iedere schoonheid, iedere grootsheid wordt gedempt? Laatste zin, in de middeleeuwen was de gemiddelde levensverwachting 35 en bouwden we kathedralen. Nu is de gemiddelde levensverwachting 75 en bouwen we dit soort dingen. Ja. Dat geeft toch ook te denken?